Goedemorgen, het is de volgende dag. Ik weet niet eens welke dag het is. Dinsdag, woensdag, weet ik veel. We werken nu echt een tijd slot. Als zij slaapt, bam, allemaal dingen doen, alles regelen. Ze slaapt nu goed. Lekker onder de douche geweest met haar. En ik denk dat ik weer lekker mijn kamer ga leggen en dat ik ga rommelen daar. Want het is daar zo nodig op te ruimen. Ja, dat gaan we doen. Even serieus, dit is toch te cute? Kijk met die roze kwartshartjes eromheen. Oh. Ja, dit worden haar steentjes. Die ga ik dan verstoppen tussen alle spulletjes en zo. Ik kan ze ermee spelen als ze wat ouder is. Ik ben me weer eens aan het opmaken. Oh my god, mijn huid is terug aan het gaan naar hoe die was. Ah, ik krijg hier en daar een puistje. En van die random puistjes dat je denkt, waarom daar? Waarom op mijn kin? Hier, hier, hier. Oh, damn it. Mijn huid tijdens mijn zwangerschap was echt fenomenaal, vond ik zelf. Het was echt helemaal clean, schoon. Ik kon ook ineens dingen gebruiken waar ik normaal puistjes van kreeg en zo. Maar nu... Nee, helaas. Helaas is dat klaar. Oh my god, who is she? Ik heb weer een full face op, soort van. En ik ga parfum op doen. Eén spreetje. Ja, eens genoeg. Ja. Yeah. Oké, ik ga even de boel een beetje fatsoeneren. Alles wat hier gewoon, alles ligt overal. Dit is gewoon echt niet normaal. Het is de opslag geworden voor babystuffs en alles eromheen. Ben ik lekker ook op de kamer, precies hetzelfde. Het ligt overal van alles. Zij ligt toch hier lekker te tukken. Dus we gaan eventjes hier een beetje fatsoeneren. Ja, zou ik wat dingen, bijvoorbeeld dit komt uit de slaapkamer. En dat hebben we dan even hier neergegooid. En dat je denkt, ja, even geen plek in de slaapkamer. Daar zijn we echt de hele tijd bezig. We merken ook, we vinden het toch wel lastig, ook die ochtendroutine. En ik weet het, we zijn pas 2 weken bezig. Maar het is best wel moeilijk in de ochtend om het allemaal, alles te doen. En wie gaat wanneer douchen. En dat je echt denkt, oké, douchen of ontbijten. Of de, gewoon qua timing. Moeten we er nog even goed in komen met z'n drietjes, hoe we dat allemaal doen. Maar niet uit. Meestal zijn we rond 12 of zo klaar met alles. En dan is er een moment zoals nu. En dan kan je heel eventjes wat voor jezelf doen. Oh ja, boekhouding. Ik moet dus kwartaal 2 nog doen. Dat had ik niet vooruit kunnen werken. Want dat is zeg maar april, mei, juni boekhouding. En ik krijg bepaalde dingen daarvan. Krijg ik altijd halverwege juli binnen. Dus... ik wist dat dat eraan zou te komen. Maar ja, we zitten nu in de week dat ik het echt moet gaan doen. Ik denk dat ik het vandaag ga doen. Misschien later vandaag. Ik moet wel. Anders krijg ik een boete. Ik moet de boekhouding. Dat zijn van die dingen die kunnen niet wachten. Dat kan ik niet. Of althans, je kan wel uitstel vragen. Maar het moet hoe dan ook gebeuren. Ik doe het liever nu even snel. Want dan kan ik even nog mensen namelen daarover. Dus dat wordt even 2 uurtjes werken of zo. Omdat het niet anders kan. Dus ja. Ik heb nu trouwens dus van die voedings-BH's besteld. Ik heb definitief cup E nu. Dat is echt insane. Voor mij nu met mijn borstvoeding in ieder geval cup E. Ik heb al die andere BH's van pre-pregnancy. Zou ik ze bewaren? Ik weet het eigenlijk niet. Ze zeggen dat je borsten nooit meer hetzelfde zijn. Maar als iemand de tip heeft ervoor. Ik kan ze nu wel laten liggen. Ik heb de ruimte om ze te bewaren. Maar hoe lang moet ik ze dan bewaren? Kijk, ik ga ervan uit... Ik ga proberen 6 maanden borstvoeding te geven. Dat is wel een soort van mijn doel. Ja, zou het daarna dan weer teruggaan? I don't know. Weet niet, man. Babyhangers zijn wel handig, hè? Ga ik ze gebruiken, though? Kijk, als zij haar eigen kastje heeft. En dat ze al een nieuw huis zijn. Dat ze dan wel gewoon mooie hangers krijgt. Nee, deze wel weg. Trouwens, als jullie benieuwd zijn naar mijn Komari dingetjes. Het werkt nog steeds. De bakjes en de systemen. En wat ik wel vaak doe is stel. Kijk, ik heb deze legging bijvoorbeeld aangehad. Die is nog schoon. Die leg ik dan bovenop. Dus dat doe ik wel. Dat als ik denk, oh ja, broek. Oh ja, die. En verder, ja, het is niet mega netjes of zo. Maar it's still working. Dus ik ben heel blij. En ik had deze heel lang in de huiskamer liggen. Die heb ik nu hier. Dit is zeg maar bikini stash. Zo. Dit zijn dingen die ik waarschijnlijk wel een beetje weer aan kan, denk ik. I don't know. Ik ben nog niet zeker. Maar voor nu draag ik nog gewoon losse kleding. Maternity dingetjes. Ja, vooral comfy dingen. Nee, eerst laat nog. Yum. Oh. Zou je zo minder? Oh ja, dat is goed.
Oké, ik heb wat planners die ik bij de verloskundige wil. Ik denk zo. Ja. Zo. Die wil ik even, denk ik, bij tijdens... Oh, ik weet echt niet of ze straks nog open zijn. Dus wij kunnen daarheen wandelen en dan droppen we het daar. Oké, er is nu niemand, maar dan moeten we even een andere dag doen. Ik denk in de ochtend. Dus als ik in de ochtend ga wandelen, dan ga ik die eens droppen. Ja. Oh, we hebben lekkere koekjes binnengekregen. Het ziet er echt heel goed uit. Ik wil ze zo midden breken, er komt allemaal gooey stuff uit, toch? Ja, hoor, ja. Oh, kijk eens wat erop zit, maar vee. Dan zit dat er waarschijnlijk ook in, hè? Oh, wat wil jij? Half-halve? Oké. Maar dan moeten we opwarmen. Opwarmen in de oven 4-5 minuten. Of een... Ja, of magnetron? Nee. Ja, jij bent echt... Ik hoef haar alles in de magnetron opwarmen. Ja, joh. Het is een straling en... Ja, oké. Het is gewoon lekker in de oven. Oké, hij is opgewarmd. In de airfryer dan. Crack it. Oh. Oh, nee. Oh. We hebben net Lau en Ash op een raamvisite gehad in de tuin. Super lief, cadeautje gekregen ook. Ja. En iedereen die wij zien die langskomt en dan op afstand vertellen we dus het verhaal van de bevalling. En elke keer vertellen wordt het makkelijker. Ja, dat was dat echt zo. En we hoorden het al van, je moet gewoon vaak vertellen. Het is echt zo, het wordt steeds makkelijker. De eerste paar keer moet je er onwijs janken en zo, maar dan hoe vaker je het zegt, hoe beter. Ja. Ik heb dit besteld trouwens ook. En ik dit. Ja, daar zijn gewoon van die Insta-ads van dit. Ik ga deze denk ik even uitpakken. Ze ligt toch nog een beetje te slapen. Het is tosti-avond. Proef heeft overheerlijk tosti. Oh my god. Om jullie even te laten zien. Dit is hoe de tosti er van binnen uitziet. Dit is echt... Oh. Misschien wil Proef ze recept wel delen. Ik ga hem wel heel even uitdoen, ja? Ja. Oh. Proef heeft me weer ingebonden. Maar kijk hoe goed het is gelukt. Helemaal. We hebben net Million Dollar Listings weer eens gekeken. Ja. We zaten echt helemaal op schema en toen kwam baby en nu hebben we lekker 3 afleveringen die we kunnen kijken. Jee. We hebben er 1 gekeken. We hebben nu 1 gekeken. Ja, maar ik moet haar voeden. Ik denk dat we daar dan gaan slapen. Het is 9 uur. Ik ben geen hoor. Het is 9 uur. Voeden. Oh, tijd om te voeden. Siem sluit de vlog af vandaag. Welterusten. Iedereen bedankt voor het kijken. En we zien jullie morgen weer. Bye!